Ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport wachten op de reactie van vicepresident Ronnie Brunswijk over hun financiële situatie. Dit zegt bondsvoorzitter Glenn Swamy-Persat. De bond belegde vandaag een persconferentie in het KOB-gebouw over brandende vraagstukken op het ministerie. Wij als bestuur hebben een stukje verantwoordelijkheid af te leggen aan de leden. Twee punten, de twee zwaarste punten waren namelijk de loonreeks van de bestuursdienst. En twee, de mensen die al om en bij een jaar geen loon ontvangen. Volgens Swamy-Persat duurt het te lang om de salarissen in orde te maken. Zowel de nieuwe loonreeksen van de bestuursambtenaren als de lonen van personen die vorig jaar in dienst zijn genomen, blijven uit. We hebben alle goedkeuringen gehad, ook missieven zijn geslagen en de uitvoering is uitgebleven. We hebben gesproken met de minister van regionaal van ROS nu en ze was willing om naar ons te luisteren, maar zoals jullie weten aan een ETK besluit van ik ga uitbetalen. Dus ze heeft teruggekoppeld met de vicepresident en de vicepresident heeft ons vandaag ontvangen. We moesten 10 uur hier zijn en 8:30. Gisteravond werd ik gevraagd om 8:30 bij de vicepresident te zijn met het bestuur. We zijn geweest en jullie kennen de vicepresident. Jullie weten hoe hij is. We hebben het voorgelegd. We hebben gezegd, VP, dit is nog Camoro. Dus, wat een patentie. Want ik begrijp dat het een patentie is. Dat is de reden dat ik een kong voor een patentie. Swamy-Persat zegt dat de vicepresident de bond heeft beloofd dat hij maandag zal aangeven wat is besloten tijdens de Raad van Ministers. De vakbondsman zegt dat minister Gracia Emanuel akkoord is gegaan met het voorstel van de bond. Dat personeel dat nog niet is uitbetaald, voorlopig thuis mag blijven.